Hallo, ik ben Desiree Stokkel en het is 24 juni 2016. Een EU-referendum in Nederland voor Holland Exit is overbodig en dat heeft te maken met het ritme van de politiek. In juli komt er een onderzoek op tafel in Engeland die gaat over het feit dat Tony Blair Amerika heeft geholpen bij het starten van de Irakoorlog. En Nederland, de echte strontvreter, heeft daar gewoon hersenloos aan meegewerkt. Het internationaal strafhof is sindsdien omgebouwd tot een lobby- en liquidatiecentrum, tot een witwaspraktijk voor Europese leiders. Maar die Europese leiders hebben zichzelf klem gezet. Door al die manipulaties en al die lobbysystemen kunnen ze niet meer aan de macht blijven, want je weet niet meer wie je vriend of je vijand is op dat lobbyplatform. Kijk, als jij denkt dat je iedereen kan omkopen, dan komt er een moment dat je niemand meer kan omkopen. En dat iedereen alleen nog maar gaat chanteren voor eigen belang. Nou, dat heeft al lang plaatsgevonden. Nu zijn er mensen in Engeland, maar ook internationaal, die vinden dat Tony Blair terecht moet staan binnen het internationaal strafhof. Nou, de lobby achter het internationaal strafhof, de Hague Global Justice Institute, probeert dat te stoppen. Maar dat zal niet lukken. En vooral niet nu de Britten hebben gestemd voor Brexit. En dat is een goed iets. Als de EU bepaalt welke zwarte dictatoren er in de gevangenis moeten en welke blanke dictatoren altijd ongestraft oorlogen mogen starten, is het goed dat de EU uit elkaar valt. Ik heb er geen seconde probleem mee. Zal het altijd gemakkelijk zijn? Nee. Maar er wordt een hele hoop hysterie gecreëerd. Op de beurs, de financiële beurs, wordt wel even opzettelijk de ondergang van bepaalde fondsen gerealiseerd, omdat mensen hopen dat ze dan over 3 maanden of een jaar een enorme financiële klapper maken. Ik lig daar niet wakker van. Het is allemaal toneel. Dus wat er nu gebeurt door Brexit is dat een deel van dit toneel wordt weggekapt. En ook een deel van het Tony Blair toneelstuk zal worden weggekapt. Dus ook een deel van het internationaal strafhof, rechtspraak, corruptietoneel wordt weggekapt. Het komt er dus op neer dat Nederland implodeert. En dit keer met een rotklap. Het is dit keer niet een videootje van Desiree Stokkel die zegt: pas op, er komen meer vluchtelingen. Pas op, er komen meer Europese criminelen. Pas op, er komt meer maffia. Nee, dit keer gaan we gewoon met een rotklap onderuit. En dan krijg je de media, die straks al die politici aan de macht probeert te houden in hun standaard lobbycircuit. De media heeft niks geleerd, hè? Er ligt een internationaal strafhofrechtszaak tegen Hans Larousse, die kwam bij het NOS-journaal vandaan. Nu werkt hij bij de KRO en de KRO helpt Hans Larousse bij het uitbouwen van het aantal dodenlijsten. Ik blijf net zo lang video's maken tot het hele volk begrijpt hoe de dynamiek van de dodenlijsten groeit. En ik blijf ook net zo lang video's maken totdat het volk begrijpt dat er bepaalde lulverhalen gaande zijn over oorlog die gewoon heel erg slecht zijn voor Nederland. Kijk, ik mag dan internationaal denken, maar het is voor mij ook eerst Nederland. Ik heb 2 kinderen, het is voor mij ook eerst Nederland. Dus wat gebeurt er als je zo'n EU-referendum houdt terwijl de hele teringzooi implodeert en dit keer met een rotklap wordt weggevaagd? Nou, dat is geldverspilling. Je praat over 5, 6, 7 miljoen geldverspilling. Dus wat moet er nu gebeuren? Nou, er zijn 2 scenario's. 1. Dictator Mark Rutte geeft mij een schikking en schadevergoeding. Die gaat dan naar alle ambassades en dat betekent dat de volkeren, dus ook oorlogsgebied, weten dat ik die schikking en schadevergoeding heb gekregen. En dan dat de oorlog wordt weggekapt. Een deel van de oorlog zal vrij abrupt stoppen. Dat is gek, maar het is wel waar. Omdat een deel van die mensen, die nu alleen nog maar kunnen vechten en die niet kunnen stoppen met vechten, een vrij hard ander voorbeeld krijgen. Ik zet een muur voor ze. Dus dan plotseling kunnen ze wel stoppen. Want dan denken ze van: hé, hoe krijgen wij zoveel schadevergoeding zonder bloed te vergieten? En had ik nou wel echt mijn kind moeten laten doden? En dan worden ze wakker. Doordat ze wakker worden, komt er een andere dynamiek binnen de monarchieën, binnen de internationaal gerechtshof en het internationaal strafhof. Je krijgt dus een totaal nieuwe dynamiek die sneller gaat dan het gelul dat we de afgelopen 10 jaar hebben gehad. En dat is een opruimdynamiek. Dan is het wel de bedoeling dat het Nederlandse volk erop inhaakt. En ik
gruwel van het Nederlands volk. Echt zo kotsen. Het Nederlandse volk kan niks, doet niks, zit maar te wachten, zit maar te klagen. Dat moet afgelopen zijn. Als het volk nu stemt, of wacht totdat er een EU-referendum komt voor Holland Exit, dan staan we internationaal nog een keer voor lul en worden we nog beter chantabel en kunnen we nog meer economisch onderuit gehaald worden. Oké, okay. Dus 6 minuten, dat is voor het gemiddelde volk lang genoeg. Dus, het heeft geen nut om een EU-referendum te houden, omdat het onderzoek naar de oorlogsmisdaden van Tony Blair in Engeland over 2 weken op de markt komt. En dat zal een andere dynamiek veroorzaken, waardoor de Hague Security Delta, de elite moordenaarsclub van Nederland, de bek krijgt dichtgetimmerd. Dag.